Nou, het is donderdag. Goeiedag allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Danielle en dit is... Iselotte, met mijn eigen YouTube-account. Ja, haar eigen YouTube-account Iselotte Vlogt. Als jij nog niet wist, check het heel snel. Nou, volgens mij weten heel veel kijkers er wel al. En abonneer graag. Het is inmiddels al lunchtijd. Ik heb vanochtend weer heel hard gewerkt. Deze dame heeft mijn lekkere eitje gestolen. Oh, maar dat geeft niet, want er wordt alweer een nieuwe voor mij gemaakt. Met lekker deur. Met eitjes en ham en kaas. Jeroen heeft gewoon een schaaltje. Daar 2 plakjes ham in gedaan. 2 eitjes op. En dan even in de magnetron. En dan krijg je gewoon een soort van ei-muffin-achtig iets. En nou, dat is gewoon super lekker. Dus dat is iets wat we nu lekker aan het smullen. Ik wacht even tot die van mij klaar is en dan kunnen we lekker lunchen. En wat heeft papa? Ik weet niet wat papa gaat eten. Papa, wat ga je eten? Hetzelfde, denk ik. Nou, misschien wel tot straks. Doei! Zo last van je lipjes, hè, schat. Je moet eigenlijk even dat lippenbalsempje in je zak stoppen, in je zak. Ik ben hem kwijt. Ja, daar zit nog een ander lippenbalsempje ergens. Nee, niet een ander, ligt alleen maar lipstift. Dan moet je even elke keer, als je het gegeten of gedronken hebt, even insmeren. Unstoppable me, are you ready to see what a woman can do when she... Nou, Iselotte helpt me nog even met de laatste... Lekker, allemaal zand op mijn camera. Met de laatste zandkorrels wegvegen. Ga je dit zo meteen doen, dat je lekker kan zitten? Nou, ik laat nu nog even staan. Ik vind het wel weer genoeg geweest. Maar ik wil dat je lekker gaat zitten. Dat ja, maar het wordt een beetje koud, schat. Dus ik ga naar binnen. Het is wel te koud om buiten te zitten. Maar ik heb dit stukje, ja, soort van provisorisch... even schoongemaakt. Even leeggemaakt. Even een beetje het ergste onkruid weg. Maar ik vind het een beetje fris worden. Ja. Dus ik ga even naar binnen. Ik mijn dochter. Ja, stel dat het zonnetje weg is, dan wordt het toch wel koud. Dus dan gaan we nu weer eventjes binnen opwarmen. En dan is het zo alweer tijd. Kan ik een op? Jij nog niet? Ja, ik wel. En is het zo alweer tijd om te koken, want het is alweer bijna 5:15. De middagen gaan zo ontzettend snel. Maar goed, we gaan nog eventjes lekker chillen en dan weer eten koken. Nou, het is tijd om eten te koken. Ik heb lekker jalapeno burgers. Die vind ik zo ontzettend lekker. Ze zijn niet echt goedkoop. 2 van deze zijn duurder als 4 normale hamburgers. Maar ja, ze zijn wel echt heel lekker. Als je een beetje van ja, pittig houdt, dan zijn deze wel echt heel lekker. Dus ga ik even bakken. En dan ga je lekker hamburgertjes eten. Ik natuurlijk niet op brood. Maar de Jeroen en de kinderen wel. Dus dat ga ik even lekker maken. jalapeno hamburgers. En ik heb een salade gemaakt van spinazie, tomaat, een uitje, 2 augurkjes en een beetje mayonaise en een beetje ketchup. Dus dat gaan wij lekker eten. Later. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Ik ben al eventjes lekker aan het werk geweest. Iselotte natuurlijk alweer naar school gebracht. Maar ik begon een beetje trek te krijgen. En dan ga ik mijn favoriet lekker beschuitje maken. Echt, die beschuitjes zijn zo lekker. Ja, en het is dus grappig, want dit zijn dus die... Ik ga het even laten zien. Dit zijn... Dit is dus beschuitje van afvallen met Brechtje. Serieus, dit... Ja, hij is dus ietsje groter. Dit is gewoon een normale meerzadenbeschuit. Ik zie letterlijk geen verschil, behalve dat deze ietsje groter is. Het is toch precies hetzelfde. Maar ik vind deze eigenlijk nog wel lekkerder als die gewone. Maar goed, nou, die moet ik ook op een of andere manier maar even opmaken. Maar nu ga ik gewoon een lekkere van afvallen met Brechtje nemen. Ondertussen even koffie aanzetten, daar ben ik ook wel weer aan toe. Voor zover je daar aan toe moet zijn natuurlijk. Hats, even opschieten. Ik wil eigenlijk weer even snel verder. Nou, ging hier bijna. Die is gemaakt. Nou besef ik me dat ik jullie gisteren een beetje heb laten hangen bij waar ik mee bezig was. Ik heb van gisteren weer 2 sleutelhangertjes gemaakt. Ik mocht weer 2 super toffe sleutelhangertjes maken. Ik zal hier even fotootjes neerzetten. Want ik heb ze natuurlijk al ingepakt. Maar ik had er wel een fotootje van gemaakt. Ze zijn echt weer super leuk geworden. Ik ben er weer heel blij met het resultaat. Maar ik ben gisteravond ook nog even bij Joes langs geweest. Joes is een personal trainer waar ik een aantal jaar mee gesport heb. Maar goed, toen ging zij haar bedrijf omgooien van... ja, eigenlijk een beetje mama personal training. Ze deed, zeg maar, haar doelgroep was, zeg maar, gewoon gericht op moeders. En nu heeft ze eigenlijk haar hele bedrijf omgegooid naar ja, sporten, bevallingsvoorbereiding. En eigenlijk van alles rondom ja, de fitheid en fysieke hoedanigheid van zwangere moeders. Maar ze had een oude printer die zij niet meer aan de praat kreeg. En die deed ze weg. En het is een inkjetprinter. Wij hebben alleen een laserprinter. Dus ik dacht, ik wil wel even proberen of ik die nog aan de praat kan krijgen. Nou ja, ik zeg ik, maar dat heb ik natuurlijk uitbesteed aan Jeroen. Dus die heeft echt wel een hele tijd zitten knutselen gisteren. Maar het is gewoon gelukt. Dus ik heb hem hier staan. Dit is hem. En nu zit er gewone inkt in. Het is geen hoge topkwaliteit printer, maar het is wel fijn om gewoon ook een inkjetprinter te hebben, want je kan niet alles altijd met een laserprinter. Dus ik ben hier super blij mee. En ik zit er dus over na te denken, maar morgen even kijken of ik dat ga doen. Of ik misschien deze om ga bouwen tot een sublimatieprinter. Dan zeg je, wat is sublimatie? Nou, sublimatie, dat is eigenlijk een speciaal soort inkt, sublimatie-inkt. Dat verandert in gas als je het verhit. Dus als je dat dan... Als je bijvoorbeeld dat heat transfer hebt, wat je bijvoorbeeld op kleding kan plakken en zo, dat ligt natuurlijk echt bovenop. Maar sublimatie, dat dringt echt in de vezels. Maar dat kan dus met stoffen, maar dat kan bijvoorbeeld ook met bekers. En als je sublimatie-inkt gebruikt, volgens mij, als ik het goed zeg, kan het dan ook in de vaatwasser, want het trekt echt in de beker. Je mag er ook alweer speciale bekers. Nou, een heel ingewikkeld proces, maar ik ben er wel nieuwsgierig naar. Maar de sublimatieprinters, die zijn dus pepertje duur. Dus ik dacht, misschien dat ik dan deze om kan bouwen tot een sublimatieprinter. Maar dan moet ik nog even kijken of ik dat ga doen. Want ik weet niet of de kwaliteit van de printer goed genoeg is. Dus daar ben ik nu een beetje mee aan het experimenteren. Ik had al even een velletje van mijn stickertjes uitgeprint. Ik denk dat ik nog eventjes ook moet stoeien met de instieks gewoon op een normaal papiertje. Maar goed, dat, ik weet niet waarom ik het aan het vertellen was. Maar goed, oh ja, ik was wat aan het vertellen omdat ik dus aan het vertellen was dat ik daar gisteren nog even naartoe was geweest. Om dat op te halen. Dus daar ben ik super blij mee. Jeroen heeft heel de avond zitten knutselen. Maar goed, ondertussen is mijn koffiebreak voorbij en moet ik gauw weer aan het werk. Dus ga ik gauw verder. En nu is het lekker tijd om te lunchen. En ik heb lekker twee wrappies van WeCare. Dat is zeg maar de vervanger van Atkins, geloof ik, of zo. Ja, van die koolhydraatarme wraps. Volgens mij zitten er maar 2 koolhydraten in of zo. Ik weet niet precies. In ieder geval niet zoveel. En ik heb lekker een bak spinazie. Ja, dat is gewoon uit zo'n zak. Maar die heb ik dan even in zo'n bak gedaan dat het wat langer goed blijft. En ik heb lekker gerookte zalm. En ik heb lekker zuivelspret. Dus ik ben weer helemaal, happy met al mijn eten en zo. Dus ja, ook gewoon doordat je toch die soort van broodvervangers hebt. En dat ik dan nu weer die beschuitjes heb en die wraps heb. En, oh, die is bijna leeg. Ja, toch weer een beetje afwisseling of zo. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Dus doe lekker een beetje zuivelspret erop. Plakje zalm. En dan gaan we lekker... Oh, en spinazie. Spinazie natuurlijk. Dus dan gaan we dat lekker smullen. Oh, die Iselotte is trouwens speler bij vriendinnetje. Dus de hele tijd vraagt ze of ik met de kinderwagen, met een popje erin, met haar zusje, de weg wil brengen naar school. Maar ja, het is natuurlijk een beetje onhandig met dat ding lopen en die zo gebukt lopen. Dus ik dacht, nou, nee. Ja, nu dacht ik van, nou, laat ik toch maar een keertje lief zijn. Niet dat ik anders niet lief ben, maar ik denk, nou, laat ik haar verrassen. Dus ik was naar school gegaan om haar op te halen, samen met de zusje. Dus ik stond met die kinderwagen bij school. Wil ze met een vriendinnetje afspreken? Ik zei, nou, dan neem ik de kinderwagen alweer mee terug. Nee, die wil ik meenemen. Nou, dat vond die vader prima. Maar goed, toen liep ik op de terugweg naar huis. Toen dacht ik, oh, nou wordt ze natuurlijk straks naar school gebracht. Er staat de kinderwagen op school. Ja, dat is natuurlijk niet heel handig. Dus ja, ik heb me even, of ik loop straks lang even terug, of Xander gaat er eventjes ophalen. Xander is vandaag lekker thuis, want die heeft een online schooldag. En die is dus nu al klaar met school ook, want dat is ook nog maar een halve dag. Dus ja, die heeft een makkelijk dagje. Dus dat is wel fijn voor hem. En wij gaan nu lekker spullen. Nou, dus zo, een beetje sauspret, een beetje zalm. En een flinke dot spinazie. Ik vind spinazie echt lekker om als sla te eten. En dat is natuurlijk super gezond. Veel ijzer. Of zoiets. Dan rol ik hem lekker op. Tadaa! Nou, dat is toch super lekker? Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. We hebben lekker uitgeslapen en lekker relaxed aangedaan vanochtend. Xarno is nu even naar de markt vis halen. Want Jeroen die is een beetje verkouden, dus die voelt zich daar niet zo prettig bij. En ik was even druk met de meiden bezig. Iselotte heeft een vriendinnetje spelen. Dus die blijft ook gezellig eten. Dus ondertussen ben ik even een beetje in huis aan het opruimen. Want ik word gek van alle troep. Alleen mijn bureau al ligt helemaal vol. En ja, nou ja, gewoon overal allemaal troep. Dus dat ben ik even een beetje aan het opruimen samen met Jeroen. En dan kunnen we zo lekker eten als Xarno terug is. Hebben jullie dat dan ook? Allemaal van die plekjes in huis waar dan de spullen zich allemaal opstapelen. Heb ik hier dus nu zo'n hele stapel aan spullen op tafel liggen. Ja, dat blijft er maar liggen. Dat blijft er maar liggen. En dan, nou, vooral dat dingetjes waar je dan even niet gelijk weet wat je ermee moet. Ik moest zij toevallig vanochtend ook over kleren die bij ons in de kamer lagen. Van, ja, zijn het nou schone kleren of zijn het nou vieze kleren? Moet het in de was? Moet het terug in de kast? Wat is er mee? En dan weet je het niet. En dan laat je het maar gewoon liggen. Nou, dus eigenlijk moet, moet je dan gewoon gelijk beslissen van, nou, ik weet het niet, dus ik doe dit of dit ermee. Ik gooi het gewoon in de was of weet ik veel wat. Maar ja, dat lukt dan toch niet. En dan van die dingetjes, overal moet wat heen. Ik heb een hekel aan opruimen. Maar goed, ik ga toch even deze tafel doen, want die ligt nu al een week, geloof ik. En ja, het zijn allemaal weer van die knutseltjes van school. Weet ik het allemaal. Ook zoiets, al die schoolspullen. Leuk dat de juffen dan maar mij naar huis geven, maar ja, ik heb er toch niks mee gedaan. Dus ik moet net zo goed gelijk op school doen. Ja. Dus we gaan het eventjes opruimen. Nou, de tafel is weer netjes opgeruimd. Uiteindelijk valt het dan toch altijd weer mee. En de tafel is inmiddels ook weer gedekt. Dus nu gaan we even lekker visie eten. Nou, we zijn wat later op de dag. Ik ben na de lunch met Iselotte even naar Sambles geweest. En het is nu, wat is het? 3:30. En het is echt best wel lekker weer. Het begint een beetje bewolkt te worden, dat wel. Iselotte is nog even met haar vriendinnetje buiten spelen. Dus dat is super goed. Xander zit lekker op zijn kamer en Jeroen ligt even op bed. Die was een beetje moe en voelt zich niet helemaal fit. En dan ga ik iets doen. Wat ik al de hele tijd wil doen. Maar wat ik ook een beetje spannend vind. Het slaat helemaal nergens op. Maar ja, dan weet ik niet zo goed hoe ik het moet doen. Ik heb wel wat opgezocht hoe ik het moet doen. Ja, dan denk ik toch iedere keer ja. Nou, ik moet dus mijn hortensia snoeien. Ik heb 2 grote hortensia planten voor bij mij. Maar ik had in het najaar al opgezocht hoe ik die moest snoeien. Het stond er dat je het beste in het voorjaar kan doen. Een beetje overlicht. En ja, dat je dat zeg maar nooit in één keer heel je plant. Maar dat je dat in stukjes moet doen. Kijk, om deze 2 jongens gaat het. Deze en die. Maar ja, dan had ik dat dus voor maart, april zo in mijn agenda gezet. Maar nu zag ik dus al dat ze helemaal aan het uitlopen zijn. Dus ik weet niet zo goed of ik ze nu nog wel kan snoeien. Maar ja, die dode bloemen, kijk, die moeten er natuurlijk sowieso af. Dus die ga ik er sowieso afhalen. En dan, ja, ik zie wel dus waar ik ze... Want het is dus zo met hortensia's. Correct me hiervoor, als ik het niet goed zeg, laat het hieronder in de reacties achter. Of als jij weet hoe het wel goed moet, laat het ook achter. Want volgens mij is het zo dat een hortensia nooit groeit op de tak waar die 1 vorig jaar op gesnoeid is. Of 2 jaar niet op gesnoeid is. Dus ik zie ook wel waar ik al eerder gesnoeid heb, dat daar dus nu niks aankomt. Dus ik denk niet dat ik te grof moet snoeien. Dus ik denk dat ik nu gewoon alleen even die grote bloemen eraf ga snijden. Af ga knippen. En dat ik het daar dan maar een beetje bij laat. Hoewel ik ze dus vorig jaar wel al heel groot vind. De een is groter dan de ander. Het hangt net, ja, we hadden natuurlijk hier die grote boom. Dus als de een dan in het zonnige deel stond, ja, die is gewoon een stuk groter geworden. Maar goed, ik denk dat ik gewoon maar even, in ieder geval even die dode bloemen eraf ga knippen. En dan maar niet te veel gaan snoeien. Want ik denk omdat het natuurlijk nu al zo warm is in het voorjaar, dat ze eerder uit zijn gaan lopen dan maart, april. Dus ik denk dat ik het eigenlijk al eerder had moeten doen. Maar goed, ik zie het wel. Ja, anders dan heb ik het verpest. Nou, geen idee of ik het goed heb gedaan. Maar ja, ik heb nu gewoon even alle dode bloemen eruit geknipt. Er zit nog een beetje onkruid zo bij, dat ga ik nog even weghalen. En dan, ja, hoop ik dat het goed gaat. Ik vind het wel spannend, want ik zou het echt zonde vinden als ze doodgaan. Ik vind het zo mooi staan hier bij de deur. Maar ja, komt vast wel goed, denk ik. Hoop ik. En hier zit dan nog wat van die rare plantjes. Ook geen idee wat dit is. Iemand heeft wel eens gezegd dat dit echt een plantje is die hier heel veel voorkomt. Als jij dit kent, ik heb geen idee. Ik zou er wel eens even met Google Lens op kunnen zoeken wat voor plant dit is. En dit is, ja, wij hebben niet superveel klop onkruid. Maar dit is dus het enige wat dus heel veel hier bij ons aan onkruid groeit. Geen idee ook wat het is. En het is op zich wel redelijk makkelijk uit te trekken. Dus dat scheelt dan weer. Maar dat vind ik altijd overal hier terug. Nou, dat klusje is in ieder geval ook weer gedaan. Dat is wel fijn. Dan deze weer opruimen. En dan ja, dacht ik dus net dat het misschien tijd was om even in de tuin te zitten. Maar ja, het is nu toch een beetje bewolkt. Niet zo heel lekker. Warm of zo. Zou op zich wel kunnen, maar nee. Dat is vorige van de week, of was vorige vlog, deze vlog. Een beetje begonnen met de tuin weer. Een beetje zomer ready te maken. Maar ik vind het nu toch nog. Ik vind het nu toch nog wat te fris om buiten te zitten. Dus, oh, en ik heb ook geen zin om op te ruimen. Dus ik ben een beetje, ik verveel me eigenlijk een beetje. En het is eigenlijk niks voor mij. Oh, ik weet al wat ik ga doen. In de vakantie had ik stickers gemaakt. Dus ik had getekend op mijn... Ik eerst alle rotzooi op mijn bureau weer verplaatsen. Ik moet dit gewoon opruimen. Maar... Waarom bewaar ik ook sommige dingen? Het kan gewoon weg. Nou, laat ik eerst dit maar even een beetje opruimen. Dit is naar Iselotte. Dit is iets waar ik eigenlijk nog wat mee moet doen. Maar ook geen zin in. En pensioendingen. Ik heb best wel bij veel verschillende werkgevers gewerkt. En dit zijn dan pensioenbrieven die ik dan krijg van oude werkgever. Voor zover ik weet heb ik alles overgezet. Maar ik blijf hier maar brieven van krijgen. Dus die moet ik eigenlijk even bellen hoe dat nou zit. Of ik daar nou inderdaad nog iets heb staan. Of dat... Ja, dat gewoon dat ik nog ergens in een bestand sta of zo, waardoor ik steeds al die spullen krijg. Goed, ik ga even mijn bureau opruimen en dan ga ik verder aan mijn stickertjes. Ik heb een klein beetje opgeruimd, het is iets behapbaarder. Nu even wat te drinken voor mezelf maken. Vergeet alweer de hele tijd te drinken. Ik had me dus weer voorgenomen om nog minder cola te gaan drinken. Dan heb ik zo'n fase dat ik dan... Dat ik dan even de spuigaten uitloopt. Dan heb ik gewoon heel vaak dus gewoon zin in iets kouds. Maar goed, ik wil gewoon niet zoveel cola drinken. Dus nu maak ik maar even limonade. En dan ga ik even lekker op de bank zitten. Met mijn iPad. En even mijn stickertjes afmaken. Want ik ben heel benieuwd hoe die geworden zijn. En als ik ze print, als ik ze dan uitprint zeg maar. Stickertjes, echt stickertjes van maak. Hoe ze dan worden. Dus dat ga ik dan even doen. Ja, dan vind ik dat zo stom van mezelf. Dat ik denk van hoe kan het nou zijn dat ik me verveel. Ik verveel me ook niet echt. Want ik heb wel genoeg te doen. Maar ja, ik ben natuurlijk zo gewend. Dat ik altijd met Iselotte bezig ben. Ja, als ik zeg maar niet met het huishouden bezig ben. Of opruimen of werken. Dan ben ik eigenlijk altijd wel met Iselotte bezig. En nu is dus toevallig dat ze met de buurmeisje en met een vriendinnetje aan het spelen is. En omdat ik dat dan zo niet gewend ben, omdat dat niet zo heel vaak gebeurt, En dan ook in het weekend. Kijk, door de week heb ik dan gewoon altijd wel wat te doen. En nou, toevallig de vlog van morgen heb ik ook al geëdit. Anders dan ga ik dat doen. Maar die is al af. En natuurlijk heb ik nog meer vlogs om te editen. Want ik zou nog een videoetje van Iselotte kunnen editen. Maar daar heb ik ze nu allemaal niet heel veel zin in. En dan zit ik echt van, ja, wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Nou, ik weet niet. Goed. Gauw hoor. Ik ga even naar mijn stickertjes kijken. Dat heb ik volgens mij nu al 3 keer gezegd. En dan is het zomaar ineens weer tijd om te eten. Ik heb gekookt. Ik heb kipfilet gemaakt met pak sooi, doorbakrijst, een beetje togee, een beetje kruiden, gewoon random dingen erin. Dus dat gaan wij lekker... Oh nee, het is nog geen pak sooi. Ja, het is Chinese pak sooi. Dus dat gaan wij lekker eten. Hele goedemorgen allemaal! Goedemorgen. Vandaag is de opening! Nee, morgen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag. Zondag toch? En we zijn lekker opgestaan, we hebben lekker een beetje uitgeslapen, lekker gechilled. En nu is het lekker tijd om te gaan ontbijten. Jeroen heeft weer een lekker ontbijtje gemaakt, waaronder deze gigantische kaaskrekker. En hij heeft lekker een eitje gemaakt, dus daar gaan wij lekker van smullen. Nou, het is inmiddels wat later op de dag. En ik, eindelijk is het me gelukt om het te krijgen zoals ik het hebben wil. Ik denk, waar heb je het over? Maar ik was al een tijdje bezig. Nou, een tijdje, valt ook al mee. Nou ja, uiteindelijk heeft het wel veel tijd gekost. Maar ik was in de vakantie bezig met het tekenen van weerstickertjes. Ik vind het namelijk super leuk om in mijn journal een beetje bij te houden. Als ik dan aan het journalen ben. Wat ik echt niet elke dag doe. Maar als ik dan aan het journalen ben. Dat ik dan een beetje kan bijhouden wat het weer is. Dan kan ik dat natuurlijk heel saai opschrijven. Maar leek mij daar dus wel leuk om daar zelf stickertjes voor te maken. Nou is dat niet een hele makkelijke klus. Ontwerp dus de stickers in, die teken ik zelf. En vervolgens sla ik ze op en dan stuur ik ze naar het programma wat gekoppeld is aan de snijmachine, aan de Cricut. En die moet het dan vervolgens uitsnijden. Dan moet ik dus eerst uitprinten en dan gaat de machine het uitsnijden. Nou, heel ingewikkeld verhaal. Maar ik kreeg het steeds niet zoals ik het hebben wilde. Maar het is me nu gelukt. Ik had wel een beetje lange adem nodig. Maar het is me gelukt. Dus ik ga jullie even de stickertjes laten zien. Ik zal ze gewoon even denk ik, hier op tafel leggen. Dat is denk ik het makkelijkste. Dan pak ik even van allemaal eentje. Ik heb natuurlijk meerdere stickertjes gemaakt. Want het is natuurlijk niet altijd hetzelfde weer. Nou, dacht ik begin maar met een beetje ja, meest voorkomende weer. Nou ja, niet dat het nou zo vaak sneeuwt. Maar goed, sneeuw, hagel, koud. Dat was een beetje waar die voor staat. Ik heb dus gewoon een wolkje als het bewolkt is. Als het regent. Als lekker het zonnetje schijnt. Als het een beetje bewolkt is. Of ja, als het eigenlijk heel erg bewolkt is. Maar er maar een klein zonnetje is. Nou, dus is een, heel veel zon en een klein wolkje. Dus deze 6 stickertjes, dus die heb ik zelf getekend. En zelf ja, door de Cricut zeg maar laten uitsnijden. Dus ik vind ze super tof geworden. En ja, wat ik zeg, het was een flinke klus om dit te maken. Maar het is me gelukt en daar ben ik super blij mee. Het luistert gewoon echt heel erg nauw hoe je de instellingen doet. En ja, ik heb nu gewoon echt verschillende dingen uitgeprobeerd. Want ik kan dus bijvoorbeeld dat witte randje wat er omheen zit. Ja, dat kan ik dus doen zowel in de app waarin ik teken of in de app waarin ik die zeg maar bij de Cricut hoort. In de Cricut Design Space heet dat. En ik had het dus eerst in Design Space gedaan. Nou, dat ging dus niet goed met het printen, met het snijden. Ah, printen ging goed. Nou, daar heb ik ook echt wel heel lang over gedaan om het printen goed te krijgen. Maar dat weet ik inmiddels hoe ik dat moet doen. Ja, nou, ik denk dat ik echt al heel veel vellen, stickervellen verknoeid heb met het gewoon het uitproberen. En ja, dan is het weer scheef en dan gaat het weer niet goed met snijden. Dus ik heb, iedere keer heb ik een heel lijstje van al mijn instellingen heb ik bijgehouden. Zodat ik iedere keer zeg maar wist wat ik aan het doen was. Want ja, helemaal als ik het dan een tijdje niet heb gedaan, dan vergeet ik dat gewoon weer. Dan denk ik, hoe had ik het? Nou, eerlijk gezegd ben ik na 5 minuten alweer vergeten van, goh, had ik dat nou net ingesteld? Dus sticker valt. Dus ja, ik hou gewoon alle instellingen en het zijn er nogal wat. Ik zal het even laten zien wat je dan allemaal moet instellen. Ja, om het gewoon goed te krijgen. Goed. Ik ben dus super blij dat het nu gelukt is. En nu hoop ik dus dat ik nu deze in... Oeh, ik ga bijna op mijn snuffert. Wat wordt zocht ik? Ik hoop dus ook dat ik nu deze instellingen weet. Nu weet dat dit goed gaat. Ja, dat ik nu gewoon wat makkelijker stickertjes kan maken. En dat ik dus iedere keer gewoon voor mezelf leuke stickers kan maken. Dus nou, ik zal eens even laten zien wat ik gemaakt heb. Deze ga ik achter in mijn journal doen. Kijk, want ik heb dus, dit is mijn journal. Dit zijn al andere stickertjes die ik gemaakt heb. Koffiekopje, met een leuke quote erop. Hier staat, luister naar je gevoel. En die had ik de vorige keer gemaakt. En nu dus deze stickertjes. Ik heb dus, oh, vallen ze er allemaal uit. Achter in mijn journal heb ik dus zo'n envelopje, die zat er al in. En daar gaan dus nu, hier zitten al allemaal andere stickertjes in. En deze gaan er dus nu bij. Ah, chique idee. Nou, dan moet ik eigenlijk weer wat vaker gaan journalen. Eigenlijk vind ik dat ik dat veel te weinig doe. Ik heb hier ook nog wat envelopjes met stickers. Kijk, ik heb deze ook al eens gemaakt. Tijd voor koffie erop. Dat heb ik mezelf dus getekend. Leuk hè? En deze. Die vind ik ook nog steeds zo leuk. Met allemaal verschillende koffiekopjes. Tijd voor koffie. Dus ja. Ik ben heel blij dat dit gelukt is eindelijk. En dan kan ik dus ook steeds meer zelf stickertjes gaan maken. En dat gaan tekenen. Dus daar ben ik super blij mee dat dat gelukt is. En het is gewoon super leuk om te maken en om te doen. En ik heb al nog meer stickers die ik al getekend heb. Maar ik dacht, nou, ik maak hier even een soort van weercollectietje van. Want ik heb ook nog bijvoorbeeld een regenboog. En nou ja, ik heb nog allerlei andere stickertjes al getekend. Maar nu ik dus deze instellingen weet, oh ja, dat ging ik even laten zien. Wat ik dus dan helemaal aan instellingen heb. Ik zal hier wel even een plaatje invoegen van wat ik nu heb gemaakt. Nou, misschien is dat ook allemaal niet zo interessant. Het zijn in ieder geval 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en dan 12 verschillende instellingen. En dan... ja, heb ik eigenlijk voor printen ook weer een heleboel instellingen. Dus nou, ik heb het allemaal uitgeprobeerd, allemaal uitgetest. Dan hangt vanaf papier af van je printer. Nou, het is gewoon echt gewoon een hoop gedoe. Maar ik denk dat ik er nu wel uit ben. En dus ik ga deze ook even een kleurtje geven, deze rij. Zodat ik weet dat ik dit de volgende keer gewoon weer moet doen. Omdat dit gewoon goed werkte. En dan, ja, ben ik super blij mee dat dat gelukt is. Ondertussen ga ik even dit weer opruimen. Ik ben even de Cricut en alles uitzetten. Ik ben nu alweer eventjes klaar met het sticker gebeuren. En Jeroen is voor mij... niet te staan. En Jeroen heeft voor mij hier al even wat paaspullen naar beneden gehaald. Ik zat altijd de hele tijd, denk ik, ja, ik heb wel zin om van alles te doen. Maar ja, we kunnen niet echt weg, want Jeroen voelt zich nog niet echt lekker. Dus we kunnen niet ergens echt naartoe of zo. En buiten dat is iedereen gewoon lekker zijn dingen aan het doen. Iselotte was super leuk weer met de buurmeisje aan het spelen. Dus ja, iedereen is gewoon lekker zijn dingetje aan het doen. En ja, dan wil ik ook niet iedereen daarvan afhalen, omdat we zogenaamd ergens weer naartoe moeten. Plus, ja, Jeroen voelt zich niet lekker. Dus ja, we zijn gewoon lekker allemaal aan het rommelen. En, maar aan de andere kant verveelde ik me ook een beetje. En ik had geen zin om huishouden te doen. Want eigenlijk moet eigenlijk nodig stofzuigen en opruimen. Maar ja, daar had ik niet zoveel zin in. Dus toen zat ik te denken van ja, wat zal ik nou gaan doen? En toen dacht ik ineens, Hey, nee, die meiden die zaten een computerspelletje te spelen. Animal Crossing. En toen zeiden ze, hé, hey, ik vind hier een paasei. Toen dacht ik, ja, het is bijna Pasen. Waarom ga ik niet even het huis een beetje gezellig in paasfeer maken? Dan kan ik ondertussen een beetje opruimen. Ondertussen een beetje paasfeer. Ik heb nog geen paastakken. Ik heb wel hier nog mijn katjes staan. Volgens mij heb ik die hier al 2 jaar. Maar het is eigenlijk meer gewoon een beetje voor sier. Dus ik denk dat ik die van de week dan wel even ergens nog ga halen. Dus dat ga ik nog niet doen. Maar ik kan wel alvast weer even kijken wat ik heb aan paasspulletjes. En nou ja, zodoende nog al misschien wat kleine dingetjes hier en daar opvrolijk in het huis. Dus ik ga even opruimen en dan ga ik eens even kijken wat er allemaal in die doos zit. Nou, ik heb hier een krat met allemaal spullen. Dat is nog niet alles. Ja, ik denk, ik ben natuurlijk gek op kerst. Het is volgens mij een beetje donker door tegenlicht. Ik ben natuurlijk gek op kerst, maar dit vind ik toch ook altijd wel superleuk. Mama, toen we onderweg naar huis liepen, zag ik kleine witte bloemetjes wat een vorm had van een vlinder. Echt waar? Ja. Ik heb eerder op een video geweest. Ja. Is dit goed? Ja, dan moet je ze even afdrogen. Ja, dan zijn het gelukkig. Ligt denk ik ergens op het aanrecht. Ja? Help er even. De theedoek. De prijzen. Oh, dat is echt? Kun je helpen? Kom maar, je zit mee in elkaar. Ja, kom maar aan. Sommige dingen zijn al heel oud. Waaronder de paashaas. Dus die valt een beetje aan elkaar. Is ook maar een action paashaas. Oh, dat valt mee. Hallo, kijkers van Danielle Vlogt. Ik ben paashaas. Hallo. Oh, zo leuk. Paashaasje. We moeten eigenlijk paastakken gaan halen. Mama, ik wil paashaasje. Wil je paashaasje knuffelen? Niet aan de hoofd, hè? Want dan vermoord je er. Allemaal van die leuke kleine hangertjes, eitjes, kuikentjes. Kuikentjes! Kuikentjes! Nee, dat kan niet. 2 kuikentjes! Kijk, 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 kijk. Wij zijn 3 kuikentjes! Ik ga beginnen met deze schaal. Ik weet niet waarom, maar ik vind dit echt gewoon een paasschaal. Ik maak hier altijd een paaswerkje in. Een paasstukje, een paasknutseltje. Dus daar ga ik maar mee beginnen. Daar heb ik denk ik wel alles voor in huis. Ik heb hier van dat leuke stro-achtige. Oh, stro. Dat is leuk. En heel veel kuikentjes. 2 kuikentjes. Kijk, 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 kijk. Wij zijn 3 kuikentjes. Jeugdsentiment. Kijk. Ja. Dat heeft mijn moeder geborduurd. Dat heeft dat toen gemaakt voor Pasen. Voor bij het paasontbijt. Had ze zelf servetten of placemats geborduurd. Zo leuk. Als wij dan met Pasen gingen, we hadden altijd een paasbrunch. Dan laag deze altijd bij ons, bij mij en mijn broer. Mogelijk zo wil ik die ook hebben. Ja hoor. Yay! Wat? Ja, nog eentje. Die is dan voor Xander. Echt leuk als klintjes op tafel. Mama, hier zitten ook nog allemaal vogeltjes in. Nou, de hele doos zit vol met kuikentjes, schat. 2 kuikentjes. Kijk, 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 kijk. Wij zijn 3 kuikentjes. Komen straks ook allemaal in de paasboom. Nou, vinden jullie mijn paasschaaltje geworden? Hij is een beetje prachtig. Vol. Hij is wel gezellig. Mooi. Hij is leuk, hè? Nou, ik heb toch uiteindelijk maar een beetje opgeruimd. Daar moet wel nog opgeruimd worden. Er zaten de meiden te spelen. Ik ga nu maar even buiten aan het spelen. En ik heb even mijn voorraadkast weer een beetje... Ik heb hier allemaal, echt maar één plank met voorraadjes, spaghetti, rijst, wat blikken, dat soort dingen. Dus die heb ik weer eventjes helemaal nagekeken. Weer even hergeregeld van wat voor en wat als eerste op moet. Dus ik heb mijn planten water gegeven. Dus ja, toch wel weer een nuttige middag. Ondertussen is het tijd om te gaan eten. Dus ga ik even lekker eten maken. We eten vandaag shawarma. Dus dat is op zich lekker makkelijk. Ik doe shawarma altijd super makkelijk gewoon in de airfryer. Ik hoef er eigenlijk niet naar om te kijken. Het is super lekker. Hartstikke idee. En dan ik alleen even de broodjes in de broodrooster doen. En ik maak wel altijd zelf mijn eigen sausje. Dus eerst dit erin. Dat vast lekker bakken. Zo. Nou, dan is het alweer maandag en ga ik hierbij deze vlog afsluiten. Super leuk dat je keek. Ben je nog niet geabonneerd? Kan dat hieronder via de rode abonneerknop. En doe vooral een duimpje omhoog. En dan zie ik je hopelijk heel gauw weer bij de volgende video. Doei doei!